Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg. Mijn spiegel is kapot gevallen. Goedemorgen, ik kom echt letterlijk net mijn bed uit. Ik moet vandaag mijn vlog gaan. Het is vandaag maandag. Mijn vlog gaan editen, mijn weekvlog. Ik ga even sporten, ik ga de badkamer schoonmaken. En ik moet wat repeteren voor morgen, want ik heb morgen een optreden bij Coolkit en na de première van 50 Shades Creed. Ik moet echt nog even die films gaan kijken trouwens, want ik heb nooit zoveel gezien. En anders weet ik even niet waar het over gaat. Dus misschien ga ik dat vandaag ook even doen. Weer een mini pauze. Ik ga nu even ontbijten en editen denk ik. Ik heb lekker ontbeten en mijn haar is best wel vettig, maar ik ga zo meteen sporten en dan ga ik het wassen. Want ik heb morgen dus die première en ik word opgemaakt. Superleuk. En dan gaat hij mijn haar ook doen, dus dan heeft het niet zo van het om het... Ik wil het zeg maar zo recent mogelijk gewassen hebben, want dat is vaak fijner. Uitgroei kan er nog wel mee door. Het is nu een beetje die fashionable uitgroei waarvan je denkt, oh ja, dat heeft iedereen. Eigenlijk laat ze dat doen bij de kapper, hoop ik. En ik ga zo de badkamer schoonmaken voordat ik ga sporten, want anders moet ik eerst douchen, dan de badkamer schoonmaken, waarbij je zeg maar weer helemaal onder het schoonmaakspul gaat zitten, en dan sporten. En dat is niet logisch, want dan heb ik eerst gedoucht. Wel ga ik me eventjes poedelen. Zo noemde mijn moeder dat altijd vroeger, poedelen. En dan ga ik sporten en ik ga vandaag mijn benen weer trainen. En dan kijk ik... Ik denk dat jullie vandaag niet meenemen naar het sporten. Omdat ik mijn benen trainen al een keer heb gefilmd eigenlijk. Ik krijg wel een nieuw schema, dus dat is volgende week wel leuk om te filmen. Als jullie trouwens vragen wie mij helpt met sporten, dat doet Stefan gewoon. Want hij doet een sportopleiding en hij werkt bij de sportschool waar ik sport. Dus die helpt me gewoon met alle oefeningen. En ja, die checkt of het allemaal goed gaat. Of ik geen blessures krijg. Dus ik ga nu even de films van 50 Shades kijken tijdens de badkamer doen. Waarschijnlijk kijk ik misschien een halve film, maar ik ga vandaag gewoon de hele dag de films kijken. Ik ga naar de sportschool. En ik ga vandaag toch wel aan mijn nieuwe schema beginnen. Want Stefan heeft een nieuw schema gemaakt. 3. Ik had er eerst 2. Maar ik wil eigenlijk wel 3 keer in de week gaan sporten. Dus dat ik dans. Alleen, ik dacht misschien geven ook echt daadwerkelijk 3 schema's. Motivatie om 3 keer te gaan. Dus let's go. Daarna ga ik even op een zonbank. En ik ga mijn. Daarna zeg maar, als ik klaar met douchen ga ik naar huis. Ga ik eten en dan ga ik douchen. Als ik klaar met douchen. Als ik klaar met sporten ga ik naar huis en ga ik douchen. Dan ga ik mijn benen heel goed schilderen, want ik heb morgen die première. Dan ga ik meteen mijn nagels lakken. Zodat het morgen perfect is. En dan repeteren voor morgen. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar ik laat mijn telefoon vallen in mijn... Wow, zie je dat knipperen? Wow, that's creepy. In ieder geval, ik laat mijn telefoon vallen in mijn kamer. Dit nu aan. Ik heb er een keer een haarband in. Ik vind het best leuk dan eigenlijk. En ik heb mijn Snapchats geopend. Want ik heb een Snapchat nog niet opgenomen. Ik heb ze alleen geopend en gefilmd. En ik ga dan denk ik woensdag de video echt opnemen.
Mijn weekvlog is geëdit. En ik ga zo repeteren voor morgen, want ik heb dan optreden. Nothing that I wouldn't do for you. Oh, 'cause you got inside my head. Filmpje mooier te plekken te maken. Wil je hiermee zeggen dat mijn filmpje gewoon niet leuk is? Of ik wil op het beeld komen. We gaan iets posten. Mag ik een telefoon? Dan. Dat wil ik. Wil gewoon even een telefoon. Wil je op beeld komen? Nee, dat is Freddy. Freddy. Ja. Oh. Wat? Mag ik mijn telefoon schat? Zo zet ze op. Heb jij je bril op? Robin heeft een bril. Is dat erg? Ik heb ook een bril, toch? Ja. Ja, zie je. Wat is dat grappig? Heb je er zin in? Ja. Waarschijnlijk.
zoals jullie zagen, was ik bij een nieuwjaarsborrel van Coolcat. Super leuk trouwens, maar... Oké. Ik had dus een fysicist geregeld. Ik zou zijn naam niet noemen, want zo shady ben ik niet. Maar... Ja, hij doet onder andere make-up van Maan wel eens, volgens mij. En andere... bekende. Hij zou mijn make-up komen doen om 2 uur. En ik was bij Coolcat om 1 uur om te soundchecken. En daarna zou ik de make-up ingaan. En om 4 uur had ik het optreden. En het was 2 uur. En er was niemand. En het was 3 uur. En er was nog steeds niemand. En ik kon gewoon niet opdagen. Dus ik moest last minute. En dan zou het gratis doen. En dan zou ik iets posten op Instagram. Gewoon een soort vriendendienst, weet je. Gewoon elkaar helpen. Toen moest ik last minute iemand zien te fixen. Dus ik had Femke gebeld van Junior Song. Die kende wel mensen natuurlijk. Ze heeft al rondgebeld en heeft ze Anita kunnen regelen. Fucking blij mee. Die heeft uiteindelijk mijn make-up gedaan. Dat ging dus goed. Optreden ging super goed. Maar ik kon dus eigenlijk heel weinig daar vloggen. Want ik was gewoon zo gestrest. Ik zat alleen maar, waar is zij, waar is zij, waar is zij. Ik ga zo mijn jurken doen trouwens. Dat doen we off camera. Het waren bij de première en dat was super leuk. En toen, ik was met Stef. Nou weet je, het is best wel een heftige film, maar het was gewoon wel... Sorry, ik had blijkbaar hier allemaal shit om. Het was gewoon wel best wel een mooie film ofzo. Het was niet heel erg heftig. Ik ging naar 50 Shades Freed trouwens. De nieuwe 50 Shades film. En het was best wel nog oké. Toen waren we daar klaar. Toen hadden we de afterparty. En ik had eerst gin tonic en daarna had ik een glaasje wijn in mijn handen. En Kim Kardashian, waar ik die trouwens echt top vind, die was een foto aan het maken of zo. En ik wilde bukken, want ik dacht, ja, ik wil de foto niet verpesten. Maar ik had ook wel last van mijn voeten en mijn hakken waren best wel... Oh. Dus ik viel met wijn over me heen en zo. En ik heb nu, even kijken of ik het kan zien. Dus ik ben gewoon keihard om mijn bek gegaan. Maar het was echt super leuk en super gezellig. Dus ik ga lekker slapen. Mijn knie doet pijn, maar ik ga lekker weer slapen. Goedemorgen. Ik ben net wakker en ik lig in mijn bed. Ik dacht ik doe ook even... Kijk je zo'n shotje erbij. Oh, kijk. Hij zat Stef laatst aan voor de grap. Maar ik had hem in mijn bed gelegd omdat hij naar hem rook. En ik miste hem. Ik zou ook hem gisteravond gehad gezien. Ik lag echt zo in bed. Toen dacht ik, ik wil samen slapen. Dus toen pakte ik deze en ruik alsnog naar hem. Maar genoeg zoetsappig gelul. Oh. Vandaag ga ik denk ik de Snapchat Q&A opnemen. Maar ik heb eerst even lekker uitgeslapen. Want ik was super moe. En het was een lange dag gisteren. Dus mijn ouders zeiden al, jij gaat 2 keer uitslapen. Toen dacht ik, oh, mag dat? Oké. En toen was ik alsnog vergeten om, ik heb zo'n bedtijdwekker, om die uit te zetten. Dus ik had alsnog een wekker om 8 uur, maar ik ben daarna weer doorgeslapen. En ik heb elke keer tranenogen en ik ga zo lekker ontbijten. Lekker film kijken of zo, weet ik veel. En het is vandaag woensdag. Oké, in ieder geval. Volgens mij zie ik dan vanmiddag Stefan nog eventjes. En ik ga vanavond sporten. En... Ja. Auw, zoveel licht. Maar ze maken zoveel geluid hier en ik heb mijn raam niet eens open. Sst. Ik word hier ook echt wakker van. Oh ja, we hebben trouwens ook goodie bags gekregen. Stef en ik hebben dezelfde gekregen, dus let me open it. Er zit een Lucardi dingetje in. Dat is een armbandje. Ja, bedankt voor niet scherpstellen.
Dit zijn koffiedingen. Maar dat koffiezetapparaat hebben wij niet, dus dat hebben we niet zoveel aan. Crystal Clear. Colgate. Elvive Dream Length No Haircut Cream. Vermindert gespleten punten, versterkt de lengtes in de punten, leave-in voor lang en beschadigd haar. Dat is wel top voor mij, want ik heb best wel beschadigd haar. Bedankt voor het niet schuipsel again. Oh. Oven baked crunchy biscuit. De 50 Shades Darker. Honing, zout, amandel, chocola. Lipton. Ik wilde zeggen Lipton iced tea. Lipton thee. Ja. Ik heb net super lang zitten editen aan mijn Q&A. Nu loopt mijn laptop een beetje vast, dus ik stop er even mee. Dat rijmt. En ik heb traanogen. Ja, je ziet het niet, maar ik kan mijn ogen gewoon niet langer openhouden dan een paar seconden. En dan begint het alweer te druppelen. En ik dacht dus, ik haal gewoon even... Ik haal gewoon even al make-up eraf, maar ik heb gewoon vanavond om dansen. Dus ja, toch denk ik dat ik het even afhaal. En dat ik misschien even ga wandelen in mijn eentje gewoon. Ik zal wel niet hard zeggen, want er komt toch niks van terecht. Ik ben zo moe. En ik heb zoveel pijn aan mijn ogen. Oh, niet fijn. En ik ben zeg maar mijn vlog aan het editen, maar ook mijn nieuwe video. Dus mijn hele Final Cut loopt vast. Stef die is hier over een kwartiertje. En we gaan samen eten vanavond. Want ik maak dan even pasta, ook voor hem. En even denken, ik kan nog wat zeggen. Hij moet vandaag stage lopen of werken. En ik heb dansen en dat is in dezelfde sportschool. Dus ja, en ik heb om 7:50 repetitie voor een optreden. Ik heb eten gemaakt. En waarom krijg ik 2 lepels? En we hebben het in de bak gedaan. Hey, goedenavond. Het is denk ik 6:00 of zo. Ik heb even lekker een lui dagje gehad met Stef. En ik zeg altijd Stef trouwens. Volgens mij denken jullie ook bijna dat hij Stef heeft, maar hij heeft gewoon Stefan. Maar ik zal voor het erbij Stefan zeggen. Ik ben nu een beetje mijn kamer aan het opruimen. En ik had gisteren, of nee, net de planner van Masha binnengekregen. Niet van Masha, maar als in gewoon zelf gekocht. Deze. En ik ben eigenlijk nooit van dat plannen. Ik heb ook gelijk deze bij gehad. Ik vond het gewoon super cute. Maar ik wilde toch even mezelf gaan aanleren. En eerst dacht ik, oké, laat maar, geldverspilling. Ik heb dit niet nodig. I really need this in my life. Dus ik ga even mijn kamer een beetje opruimen. En dan ga ik gelijk eventjes de planner invullen. Oké, de situatie. Mijn spiegel is kapot gevallen. What the fuck. Oké.